Yo, ik ben Glenn en welkom bij Clash met Glenn. Jongens, vandaag gaan wij iets heel leuks doen. We gaan namelijk een echte e-sports match van mijn team spectaten. En er is een hele bijzondere twist aan wat je normaal gesproken niet bij e-sports zit. Maar daar komen we zo bij je op terug. Ik ben bij jullie terug als we het eerste potje starten, dus tot zo. En daar zijn we bij de eerste match tussen Iraisa tegen BabyPro. BabyPro voor ons team, team CMG. En Iraisa voor QMST. Het is een Frans team waar we in de Nexus Cup nu voor aan het spelen zijn. Of tegen aan het spelen zijn. We zijn al de Swiss stage doorgekomen, dus de eerste fase zijn nu in de groep stage beland. Dus het eerste gebeuren is al gelukt. Maar ja, nu moeten we kijken of we verder kunnen komen. En dat gaan we zien. Er komt dadelijk een hele rare twist aan. Want je moet goed opletten, we spelen dus tegen QMSTs. Die hadden te weinig spelers. Maar we hebben iets besloten om dat op te lossen. Zodat we alsnog deze pot konden spelen. En deze video konden maken. Want ik wil graag een video maken van deze match. Gewoon puur omdat het nu uitkwam, niet per se deze match uitgekozen verder of wat dan ook. Maar we hebben een leuke line-up, dus vandaar ook dat ik denk dat het een leuke video kan worden. Jullie gaan echt wel heel veel goede spelers zien in deze pot. Ook een aantal spelers die met Team NL mee gaan doen. En daar is het ook wel een beetje een promo-video voor. Vanaf 11 september zal het eerste pot of de eerste game van Team NL live gestreamd worden op mijn kanaal. Dat is de pot tegen Griekenland even uit mijn hoofd gezegd. En vanaf dan zullen we elke week één keer één pot hebben. Tot volgens mij in ieder geval november. En als je dan naar doorgaat, nog langer zelfs. Dus er komen echt heel veel leuke dingen aan. Dus stay tuned for that. En zorg dat je geabonneerd bent en het badge aan hebt om niks van al die live potten te missen. Terug naar dit potje. Ze spelen allebei met Hokkaido als win condition. BabyPro speelt met een gewoon een beetje een standaard variant. Met Hokkaido, Firecracker, Earthquake. En de tegenstander heeft een iets andere variant. Met een Ivo Falk en Ivo Arches erin. Wat je niet heel vaak ziet. Overigens speelt BabyPro met een Snowball in plaats van Log. En Guards in plaats van de Goblins die er normaal gesproken zitten. Goblins of mooie vuurbal, goblins of goeiemorgen clan of skeletons. Dus dat. Maar zoals gezegd, er komt dadelijk een hele grappige twist aan. De mensen die de e-sport zien kennen, die weten dat het eigenlijk niet kan. Maar het was of dit, of we konden niet spelen. We willen wel graag spelen, dus er komt echt wel iets heel grappigs aan. Denk ik. Eens even zien. Hier komt een nieuwe hokrijder aan. Is er een bomtoren? Die zal er ongetwijfeld zijn. Maar die Ivo Falk gaat het ook gewoon opruimen. Dus dat goed gespeeld van Iraisa. En BabyPro moet nog wel even eens deze pot gaan winnen voor ons. Want dit kan nog wel eens even heel vervelend gaan worden. Gaat hier... Ja, er komt inderdaad de eerste hit van de hokrijder. Dus dat doet Iraisa goed. Maar BabyPro staat nog wel voor. En we zijn natuurlijk voor BabyPro. Die zit in Team CMG. Dus we hopen dat hij gaat winnen. Tenminste, ik hoop dat. En ik hoop, of denk dus jullie dat we mee hopen. Dus, ik zit de hele tijd te denken, waarom logt hij die Arches niet? Maar ja, hij heeft geen log in zijn deck. Dus vandaar, Snowball, daarmee kan het ook. Maar dan pak je geen chip damage op de toren. Dus dan is dat minder slim. En we krijgen dus dadelijk twee gasten die in Team NL spelen. Erik en Outlast, die voor ons team ook uitkomen. Dus het zijn allebei top 50 spelers. Dus ik denk dat we echt wel leuke gameplay te zien krijgen. Kijk, nu wordt het wel gesnowballed. Daar maakt de tegenstander gelijk gebruik van door met zijn Goblin Gang en zijn Hokrijder te komen. Dat wordt prima verdedigd door BabyPro. En dit gaat een lang potje zijn. Maar ik denk, als hier BabyPro niks raars doet, dat hij gewoon aan het langste eind gaat trekken. Maar we gaan het zien. Hij heeft een voorsprong van ongeveer 500 damage. Oeh, dat is een mooie... Of een... Ik denk dat het prima was. Zal het prima zijn? Ja, ik denk wel dat... ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon druk was, zegt Iraisa. Maar prima gespeeld in ieder geval. Hij gaat nu vuurbal cyclen, want hij weet ook dat hij met zijn hokrijder niet doorheen gaat komen. Dus hij moet ook wat anders doen. En hij probeert nu wel met zijn hokrijder, maar hij weet ook dat het te vergeven zou zijn. Bebre zal in principe normaal gesproken ook inderdaad Earthquake gaan cyclen. Oeh, daar mist de tegenstander zijn arrows. Ja, dan is het nu wel klaar. Dan is het nu wel klaar. Een volle firecracker hit op de toren. Dat gewoon erg goed gespeeld. Even kijken, dit wordt
gesnowballed en geearthquake, denk ik. Ja, inderdaad. En dit gaat Bever gewoon uitspelen. Overigens kan het zijn dat we 2 afleveringen over deze pot gaan maken. Het zal allemaal even afhankelijk zijn van hoe lang het duurt. Want e-sport matches kunnen in totaal wel een uur duren. Dan is het vaak wel in combinatie met line-up sturen en weet ik het allemaal. Maar de eerste pot is in ieder geval voor Team CMG. Let's go, boys. Let's go. Laten we ze pakken. De eerste is trouwens een best of 3, gewoon normale potjes, 1 tegen 1. Dus heb je 2 gewonnen als eerste zijnde of als team zijnde, dan win je de eerste set. En uiteindelijk is het een best of 3 sets, dus heb je 2 sets gewonnen, dan win je de hele match. Eerste pot is voor ons, ik ben zo weer terug bij de tweede pot. En daar zijn we bij de tweede pot. Lucky nu aan de onderkant voor CMG, degene die de pot managed voor ons. En een CMMAL van de tegenstander die de pot voor de tegenstander managed. Dus eigenlijk de managers tegen de managers. Laten we kijken of Lucky deze pot kan winnen. En als dat zo is, dan doet hij gelijk al pot 1 op zijn naam schrijven. Dus dat zou erg lekker zijn. Dat zou erg mooi zijn. En dan overigens gaan we hier naar de set 2. En dan komt het leuke eraan, jongens. Dan kunnen we echt gaan lachen. Dan gaat er echt iets geweldigs gebeuren. Maar wat ga ik nog niet zeggen. Even kijken. CM Mael die speelt met het dekje van het boerenpetje. Die kennen jullie ongetwijfeld. Misschien niet allemaal, maar de meeste wel. Die mijn video's vaak kijken. Dat is gewoon 1-op-1 het dekje van het boerenpetje. Zo lijkt het. Lucky speelt met een heel ander dekje. Een beetje een apart dekje. Maar ja, prima. Dus Lucky staat op zich wat dat betreft wel bekend om niet de standaard meta decks, maar gewoon wat andere dingen proberen. En ik denk dat het ook wel leuk is, dat het wel leuk voor alles maakt. Maar hij heeft denk ik geen defense, want anders zou je zeggen dat hij net wel of dat voor de Royal Hawks gebruikt. Maar ja, we gaan het zien. Dus even zien hoe hij dit de komende Hawks wil gaan. Of komen er geen hooks voor? Ja, ik wil zeggen, er komen vast en zeker hooks voor. Maar nee, dat is niet zo. Overigens kan Mael meer value halen uit zijn Archipin als hij wat vaker zijn ability gebruikt. Maar dat doet hij niet. Dus nou ja, prima voor Lucky. Prima voor ons. Dus even kijken, hier gaat weinig gebeuren. Maar ja, Lucky wacht gewoon tot dubbel elixir. Denk ik. En die gaat dan... Ja, ik neem aan dat hij dit wel gaat winnen. Maar we gaan het zien. Ik mag natuurlijk niet te vroeg iets zeggen. Want wie weet is dat niet zo. En dan sta ik met mijn bek op tanden. Ben ik wel benieuwd wat de win condition van Lucky is. Het kan RG zijn. Of zie ik, maar het kan ook Royal Hawk zijn. Als ik nu die Evil Scatter zo gespitst zie worden. Nee, dat niet. Tenminste, nog niet ingezet in ieder geval. Dus we moeten nog even wachten voordat we weten wat de win condition is van onze vriend Lucky. Dus even zien. Komt weer een rode ghost aan. Als ik nu zou moeten gokken, dan zou het Royal Hawk zijn. In ieder geval in tegenstander is dat sowieso zo. Maar is dat ook de win condition van Lucky? Dat gaan wij... We gaan het een keer zien, als het goed is. Maar dat moet haast wel Royal Hawk zijn. Ik kan maar... Ja, inderdaad. Royal Hawk is inderdaad de win condition van onze vriend Lucky. Dus... Kijken of hij nu wat damage kan gaan doen. Het is niet de allerbeste speler, maar zo eerlijk mogen we zijn. Tegenstander zit die skeletons die hij inzet tegen Modderwitch. Ja, dat mag allemaal wel ietsjes beter. Dus het lijkt mij ook wel dat Lucky dit nu redelijk naar zich toe kan trekken. En even kijken, tegenstander komt nu met zijn Royal Hawks. Maar dat kan Lucky met minder damage tegen verdedigen. Dan dat hij deed. Dus dit wordt uitspelen. En het lijkt erop dat set 1 naar ons toe gaat. Kijken, wordt er nog iets van Eros gegooid? Of hij gaat... Nou, Lucky besluit om het gewoon heel rustig te spelen. En dat is ook prima. Dat is ook prima. Dat is vaak het beste. Niet altijd overigens. Soms moet je wel heel veel druk zetten. Maar 9 van de 10 keer is het beste. Alleen niet te lang gaan wachten. Want als je op een gegeven moment steeds een klein beetje damage tegenkrijgt en zelf geen damage doet, dan gaat het natuurlijk een keer je de kop kosten. Kijk, gaat hij nu met zijn rode hoks komen? Of... Ja, hij gaat inderdaad nu met zijn rode hoks komen. Doet zijn Evil Bomber erbij. En dan krijgt hij een... Ja, hij krijgt een splash. Krijgt hij nog een splash? Jazeker. Nou, dan is het met 2 arrows is het gedaan. Gaat hij dat cyclen? Ja, dat gaat hij cyclen. Maar nu moet hij wel even oppassen. Nou, het is eigenlijk heel simpel als hij deze push verdedigt. Ja, dat doet hij prima. Dat doet hij goed genoeg. Nou heeft hij inderdaad deze pot gewonnen. En staat het daarmee 2
0 in de eerste set. En daarmee is dus de eerste set voor ons. En ben ik zo bij u terug bij de volgende pot. En daar zijn we, jongens. En je ziet het. Ik speel tegen Lucky. En dan denken jullie, maar Lucky speelt voor CMG en jij speelt voor CMG. Dat klopt. Maar ik heb tegen de tegenstander gezegd, ik wil wel een potje voor jullie spelen, omdat jullie niet genoeg spelers hadden. Normaal gesproken mochten we de favoriet win claimen, maar ik zei, nou ja, dan speel ik gewoon voor jullie. En dan, ja, dan doen we het op die manier oplossen. Kijk, het is beter dan niet spelen voor hun. En voor mij is het ook gewoon leuk om die video alsnog te kunnen maken. Dus vandaar. Maar ik ga natuurlijk, ja, in principe zou ik niet winnen van een Lucky en Erik en een Outlast. Het maakt niet zo heel veel uit, maar het is gewoon puur dat we de sets vol kunnen maken. We gaan wel proberen te winnen. Want het zou toch wel heel leuk zijn als we iets kunnen winnen. Maar ja, als ik dadelijk voor sta, dan moet ik nog even mezelf af gaan vragen of ik het echt de win binnen ga slepen of ik hem laat winnen. Maar dat gaan we dadelijk wel zien. Ik denk niet, Lucky is in principe een betere speler dan ik ben. Dus normaal gesproken zou ik het niet van hem winnen. Maar we gaan het zien. Als ik een hele goede matchup heb, dan zou het wellicht kunnen. Dus we gaan het meemaken. Kijk. Dus het nu gaat alleen maar over wil ik hem winnen of niet, maar we gaan het zien, we gaan het meemaken. Want ik sta er wel goed voor, maar je wilt niet winnen. Eens even zien, wat gaan wij doen? We gaan gewoon eerst de andere toren laag proberen te krijgen. En dan gaan we wel eens beslissen wat we willen doen. Die Pekka is een vrij riskante play, want die kan er misschien aan de andere kant doorheen komen. Maar hij besluit ervoor om dat nog niet in te zetten. Nou, dan pakken we gewoon zijn cannonier aan. Mijn wizard was niet helemaal chill om het aan die kant in te zetten, denk ik. Want, nou ja, ik had hem links nodig eigenlijk achteraf, maar it is what it is. Dan gaan we nog eventjes de mortier afleiden. En dan gaan we eens kijken of we er rechts doorheen kunnen komen. Snel die aanpakken. En dan gaan we snel rechts wat doen. Dan activeren we hier de Kingtoren. Dus dat is misschien niet optimaal. Maar we zetten hem goed onder druk. Komt er nu waarschijnlijk een mortier aan, want anders is het. Oeps. Ik dacht wel dat hij dat nog zou verdedigen, maar ja. It is what it is. Kijk, van Erik ga ik sowieso niet winnen. Maar ik moet denk ik wel Lucky even een bericht sturen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. We hebben het dus in 2 delen geknipt, omdat het gewoon te lang was voor 1 video. Als jullie het leuk vonden, laat het zeker even achter in de reacties. En abonneer je op mijn kanaal, zodat je niks mist van de livestreams. Jongens, voor nu bedankt. En ik zie jullie bij een volgende video van Clash met Clan. Chalas.